Beste broeders en zusters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dit, beste broeders en zusters, is de vierde les uit onze Ramadan-reeks. In de vorige lessen hebben we al het een en ander aan regelgevingen met betrekking tot de Ramadan besproken. Maar we zijn daar nog lang niet klaar mee. En aangezien ik de laatste dagen ontzettend veel vragen heb ontvangen over de Taraweeh-gebeden, had ik jullie al de belofte gedaan om deze vragen tijdens de Ramadan-reeks te beantwoorden. En ik wilde daarom deze les benutten om deze belofte te vervullen en het met jullie te hebben over de vrijwillige nachtelijke gebeden die men aanbevolen kan verrichten tijdens de Ramadan. Deze gebeden noemen we de Taraweeh-gebeden of ook wel Qiyam al-Layl. Hoe ziet dit gebed eruit? Nadat we het nachtgebed, Salat al-Isha, hebben verricht en daarna onze adhkar hebben gezegd, bidden we de twee vrijwillige raka'at die we altijd bidden na Salat al-Isha en die onderdeel zijn van as-sunan ar-rawatib. Hiermee bedoelen we de 12 vrijwillige raka'at die we verspreid over de dag bidden. Op de volgende manier. 2 voor het Fajr gebed. 4 voor het Dhuhr gebed en 2 erna. En 2 na het Maghrib gebed. En 2 na het Isha gebed. Het is overigens een vrijwel vergeten sunna bij de moslims in Nederland om in de Ramadan deze 2 raka'at te bidden voordat we beginnen aan de Taraweeh gebeden. Hierna staan we op en bidden 11 raka'at voor Salat al-Taraweeh die we op de volgende manier verdelen. We bidden 2 raka'at en in elke raka'a reciteren we Surat al-Fatiha, wat het eerste hoofdstuk van de Koran is. En daarna reciteren we wat we aankunnen van de Koran. En vervolgens sluiten we af met de taslim. Dit, het bidden van 2 raka'at op deze manier, herhalen we 4 keer. Waarna we dus in totaal 8 raka'at hebben gebeden. Daarna bidden we Salat al-Witr, het witrgebed, als volgt. We verrichten 2 raka'at. In de eerste raka'a reciteren we Surat al-Fatiha en daarna Surat al-A'la, het 87ste hoofdstuk van de Koran. En in de tweede raka'a reciteren we Surat al-Fatiha en daarna Surat al-Kafirun, het 109e hoofdstuk van de Koran. En daarna sluiten we deze twee af met de taslim. Vervolgens sluiten we onze Taraweeh gebeden af met de 11e en laatste raka'a. Dat is er dus niet 2, maar 1. Hierin reciteren we Surat al-Fatiha en Surat al-Ikhlas, het 112e hoofdstuk van de Koran. Dit is in hoofdlijnen de sunnah zoals gepraktiseerd door onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zonder dat ik verder wil ingaan op een aantal andere varianten. En de beste leiding is de leiding van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zijn voorbeeld is het beste voorbeeld. Dit betekent echter niet dat het verboden is om meer of minder dan dit aantal raka'at te bidden. Als iemand dus een reden ziet om er meer of minder dan 11 van te maken, of dat die persoon daar een behoefte aan heeft, dan is die ruimte daar. Waar geen ruimte voor is, is dat we elkaar met scheve ogen aankijken, of voor alles en nog wat uitmaken, omdat de ene er 11 bidt, en de andere bijvoorbeeld 20. Het wordt, beste broeders en zusters, aangemoedigd om gedurende de hele maand Ramadan de Koran helemaal uit te lezen tijdens de Taraweeh gebeden. Om dit te realiseren zou je per nacht minimaal 1 juz van de Koran moeten reciteren, verdeeld over het aantal raka'at dat je bidt. En 1 juz staat gelijk aan 1/30ste deel van de Koran. Als het niet helemaal duidelijk voor je is wat ik met een juz bedoel, pak dan nu even jouw mushaf erbij en sla die open aan de rechterkant
Je zult dan zien dat de mushaf begint met Surat al-Fatiha, het eerste hoofdstuk van de Koran. En daarna komt het tweede hoofdstuk, Surat al-Baqarah. Dat begint met Alif, Lam, Mim. Aan het eind van vers 25 van Surat al-Baqarah staat een sterretje. Dit sterretje staat voor 1/8 deel van de juz. Aan het eind van vers 43 staat er weer een sterretje. Etcetera. Als je per rak'a tot aan een sterretje zou reciteren en daarmee doorgaat, dan heb je na 8 rak'a'at tot en met vers 141 gereciteerd. En je zult in je mushaf zien dat precies daar, dus na vers 141, een nieuwe juz begint. En zo is de hele Koran opgedeeld in 30 juz. Of eigenlijk 30 ajza. Dan wil ik nog een aantal aandachtspunten benoemen met betrekking tot dit gebed. Ten eerste, we zijn gewend om deze tarawih gebeden in de moskee te bidden. Onder normale omstandigheden is dit ook wat aanbevolen wordt. Maar het is onder normale omstandigheden ook toegestaan om deze gebeden thuis te verrichten. Laat staan als er, zoals dit jaar, sprake is van een uitzonderlijke situatie of van uitzonderlijke omstandigheden. Dan is het juist aanbevolen om gehoor te geven aan de oproep van de overheden en de specialisten om de gebeden in huiselijke sfeer te verrichten. En als we thuis bidden, is het ook weer beter om dat als gezin gezamenlijk te doen, omdat er voor het gezamenlijke gebed een grotere beloning staat. Maar individueel bidden mag ook, ongeacht of je alleenstaand bent of met je gezin. Ten tweede, wordt de recitatie tijdens de tarawih gebeden hardop of zacht opgelezen? Het is aanbevolen om dit hardop te doen, maar zachtop mag ook. Het bewijs hiervoor is de overeenstemming, oftewel de ijma' van de geleerden. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Dus als een vrouw hardop wil reciteren tijdens de tarawih gebeden, dan is dat ook voor haar aanbevolen. Ten derde, mogen we uit een mushaf lezen als we de Koran niet uit het hoofd kennen? Dat is toegestaan en is ook overgeleverd door sommige sahaba. Maar dit is ook al lang genoemd door de geleerden vroeger, zoals de imam Malik en de imam al-Nawawi. Ze hebben allemaal aangegeven dat dit is toegestaan. Dit betreft de imam die ons leidt in het gebed. Dan kan de vraag gesteld worden, mag degene die achter de imam bidt ook uit een mushaf meelezen? Het antwoord is dat dit wordt afgeraden en ingaat tegen de sunnah om geconcentreerd te luisteren naar de recitatie van de imam zonder enige vorm van afleiding. Als de imam echter vreest om fouten te maken tijdens zijn recitatie en aan een van de mensen die achter hem bidden zou vragen om er een mushaf bij te houden, dan wordt dat wel toegestaan. Maar het is zeker niet de bedoeling dat iedereen met een mushaf in zijn hand meeleest. Ten vierde, mogen we vanuit huis achter een imam bidden op afstand via een scherm of een live verbinding? Dit wordt door de geleerden niet toegestaan. Bovendien is er geen enkele noodzaak om dit te doen. Te meer we nu weten dat we zowel individueel, maar ook als gezin gezamenlijk mogen bidden. En dat het zelfs toegestaan is om er een mushaf bij te pakken. Dan blijft er eigenlijk geen enkele noodzaak meer om deze moderne innovatie te praktiseren. En degenen die beweren dat het toestaan van deze vorm van aanbidding in lijn zou zijn met de madhab van de imam Malik, hebben zijn madhab niet begrepen of verkeerd uitgelegd om dit te kunnen toestaan. Als iemand zou zeggen, maar ik kan helemaal geen Arabisch lezen, wat moet ik nu? Dan zeggen we, het is niet erg als je tijdens de gehele tarawih gebeden steeds Surat al-Fatiha zou herhalen en die paar kleine suras of dat kleine aantal verzen die je wel kent. Ten vijfde, als er een groep vrouwen is, mogen ze dan gezamenlijk onder leiding van een vrouw de tarawih gebeden doen. Dat is ook toegestaan. In dat geval staat de vrouw die het gebed leidt in het midden van de voorste rij zonder naar voren te stappen en ze reciteert
de Koran met luide stem, zodat haar zusters die achter haar bidden, haar recitatie kunnen horen. Wat is het bewijs hiervoor? Het bewijs hiervoor is dat meerdere metgezellinnen, sahabiyat van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dit hebben gedaan en dat is gebeurd met zijn goedkeuring. Ten zesde, vanaf wanneer tot wanneer mogen we de tarawih gebeden verrichten? De tijd van deze gebeden begint vanaf het moment dat we het isha gebed hebben verricht en strekt totdat de dageraad opkomt. Ten zevende, aan het begin van de tarawih gebeden, ten zevende aan het eind van de tarawih gebeden, of nog specifieker in de elfde raka'a, na de buiging en het weer rechtop staan, dus voordat we gaan neerknielen, kunnen we de dua die qunut heet zeggen. Dat kunnen we doen met opgeheven handen. Voor de tekst van deze dua, dua al-qunut, verwijs ik jullie naar het dua boekje dat jullie allemaal waarschijnlijk in huis hebben. Deze dua al-qunut is sterk aanbevolen in het tweede gedeelte van de Ramadan, maar mag in het eerste gedeelte ook gezegd worden, zoals onze sheikh Suleiman al-Ruhaili in een recentelijke les heeft uitgelegd. Ten achtste, we hebben aan het begin de vergeten sunnah genoemd om na het isha-gebed eerst twee raka'at te bidden voordat we beginnen met salat tarawih. Hierbij wil ik jullie herinneren aan een andere vergeten sunnah. Het is namelijk sunnah en aanbevolen om na het witergebed te hebben afgerond driemaal te zeggen Subhan al-Malik al-Quddus. Subhan al-Malik al-Quddus. Verheven is Allah, de koning, de allerheiligste. Dit wordt dus drie keer herhaald en mag de derde keer luid en een beetje uitgerekt uitgesproken worden. Dus Subhan al-Malik al-Quddus. Subhan al-Malik al-Quddus. Subhan al-Malik al-Quddus. Ik denk dat ik zo de belangrijkste zaken die betrekking hebben tot dit belangrijke onderwerp, Salat al-Tarawih, heb genoemd. En nu weet ik dat het onlogisch is, maar toch wil ik een stap met jullie teruggaan en doornemen hoe we onze dag afronden na een hele dag gevast te hebben. Vlak voordat we onze vasten willen verbreken, dus de momenten voordat de zon ondergaat, is een zeer kostbare tijd om goed te benutten met dua, omdat op dit moment de kans op verhoring erg groot is. Er is op dit moment geen specifieke dua, dus we kunnen Allah subhanahu wa ta'ala alles vragen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt hierover, ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ وَذَكَرَ مِنْهُمْ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرْ. Van drie mensen wordt de dua niet afgekeurd. En hij noemde de vastende bij het verbreken van zijn vasten. Authentiek verklaard door de Sheikh al-Albani in Sahih al-Tirmidhi. Zodra we vervolgens weten dat de zon is ondergegaan en de tijd van Maghrib is aangebroken, is het de sunnah om zo snel mogelijk onze vasten te verbreken door iets te eten of te drinken. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt hier namelijk over, La yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjalu al-fitra. Het zal goed blijven gaan met de mensen, zolang ze zich haasten naar het verbreken van het vaste. De sunnah hierin is om dit te beginnen met verse dadels, of anders gewone dadels, of anders met water. In de overlevering staat namelijk, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuftiru ala rutabat. Yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Fa'in lam takun rutabat, fa'ala tamarat. Fa'in lam takun hasa hasawatin min ma. De boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam had de gewoonte om zijn vasten te verbreken met een aantal verse dadels voordat hij ging bidden. Als er geen verse dadels waren, dan met gewone dadels. En anders dronk hij een aantal slokken water. Authentiek verklaard door de Sheikh al-Albani in Sahih Abi Dawood. Er is overigens geen authentieke overlevering die aangeeft dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de gewoonte had om zijn vasten te verbreken met een oneven aantal dadels. De overlevering bij Abu Ya'la hierover is zwak. Dat neemt niet weg
dat als iemand een oneven aantal dadels wil eten, dat we hem dat verbieden. Sterker nog, als hij dat zou doen met de intentie, omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam in algemene zin aanmoedigde om goede zaken met een oneven aantal te verrichten, en ook omdat Allah subhanahu wa ta'ala houdt van oneven aantallen, als dat de intentie is, dan is er veel voor te zeggen dat dit wel degelijk een aanbevolen daad is. Na het verbreken van het vaste, zeggen we de dua die de profeet sallallahu alayhi wa sallam gewoonlijk ook zei, zoals staat in de overlevering die goed is verklaard door Sheikh al-Albani in al-Irwa. Die dua zegt, ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْشَاءَاللَّهِ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْشَاءَاللَّهِ De dorst is achter de rug en de aders zijn bevochtigd en de beloning staat met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala vast. Wat de dua betreft die veel mensen zeggen bij het verbreken van hun vasten, Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart, O Allah, voor u heb ik gevast en met uw voorziening heb ik mijn vasten verbroken. Dit is een zwakke overlevering, zoals onder andere Sheikh Ibn Baz heeft gezegd. Maar de Sheikh geeft tegelijkertijd aan dat het desondanks niet erg is om deze dua te zeggen. Omdat alle dua in algemene zin is aanbevolen op dit moment. En de betekenis van deze hadith is goed, ook al is hij zwak. Hiermee hebben we dus onze vasten verbroken en gaan we het maghrib gebed verrichten om ons daarna klaar te maken voor de tarawih gebeden op de manier die aan het begin van deze les is genoemd. Ik denk dat ik het hierbij laat voor deze les. Ik weet nog niet precies wat ik de volgende les ga bespreken, maar er staan nog genoeg belangrijke onderwerpen op mijn lijstje waar ik uit kan kiezen. En waarschijnlijk komt de volgende les pas nadat de Ramadan is begonnen. Daarom wil ik jullie allemaal, mijn broeders en zusters, alvast een prachtige en gezegende Ramadan wensen. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om onze en jullie vasten en alle overige aanbiddingen van ons te accepteren. Amin. Ingesproken door jullie broeder Mohammed bin Dawood. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت.